Martin van Morsel. 31 minuten, 51 seconden, 1400ste gemiddelde snelheid. 43 km/u, 325 km/u. Dat is de tijd waar ons nu Voilà, le sixième temps, six time pour Unit Art, for the German rider, Unit Art, 32-56,
Hier, deze kant, Leontien. Even hier met die fiets naar de fles. Waar moeten we naar binnen? Daar in het tentje. Zodat je fietsen. Ja.
hebben. Dit is onze persje. Leon. Leontien Zeiler van Morsel, congratulations, very warm congratulations for this gold medal. It's not your first, but I think maybe it's one of the most important. Yeah, it's very important for me. I was in a very deep dull 2 years, and then yeah, I feel so happy now. We can speak about the beginning of the second career for you. Yeah, but this career it's nicer. I feel happier in my body now. And why it's nicer? I have more balance in my life now. It's not only cycling. There is more than cycling only. You have won road races, time trial races on the track. What do you prefer? Olympic medal, gold, after 2 years in Sydney, and then it's over. Leontien, you won today for less than an half second. That means it was a very, very strong race. Yeah. How many seconds? Less than half second. An half second. Yeah. But the Dutch people, it was so nice to do it in your country where you live. The people behind the road, it gives you more speed. It was a lot of people on the course? Yeah, it was so a nice feeling. Okay, and maybe the best beginning, the best start for this World Championship in Valkenburg for the other Dutch riders, no? Yeah, I hope so. Thank you and congratulations, Leontien. Hallo! Ik heb weer een hartaanval gekregen. Ja? Ja, absoluut. Hey, proficiat, hè? Ik zei je straks. We gaan hierna eerst naar de persconferentie. De dokter. S'il vous plaît, on peut commencer. Alors, on commence. Non, elle monte avec ça. Oh yeah. I do it there. It's cold. Yeah. C'est possible. Vite, on peut. Il faut faire partir la musique, hein, je pense. Zou Janneke bouwen nu? Wie? Janneke.
Ja, dat was niet leuk. Je moet even naar de overkant kijken straks. S'il vous plaît. Daar zit de familie Zeilaar. Oui, la première oh. Ook met de kadoekadoek. Kat. S'il vous plaît. Un peu. S'il vous plaît. Troisième. Et on y va. Deuxième. Oui, oui. Allez. Vite. Please. Je demande votre attention pour la cérémonie protocolaire. Ik vraag uw aandacht voor de cérémonie protocolaire. Vous passez devant. Et où est monsieur? Cérémonie protocolaire, championnat du monde route 1998, contre la montre, élite femme. Cérémonie protocolaire, wereldkampioenschappen op de weg 1998, tijdrijden, dames élite. Première, championne du monde et médaille d'or. Leontine Zeilaard van Morsel, Hollande. Eerste wereldkampioene en winnares van de gouden medaille, Leontine Zeilaard van Morsel, Nederland. Le maillot et les médailles ainsi qu'une montre sont remises par monsieur Peter Zeelenbergen, membre du comité directeur de l'Union Cycliste Internationale. De regenboogtrui en de medailles. Als mede een loge worden overhandigd door de heer Pieter Zevenbergen, lid van het comité directeur UCI. Deuxième et médaille d'argent, Zofia Zabirova, Russie. Tweede en zilveren medaille voor Zofia Zabirova, Rusland. Troisième et médaille de bronze, Anka Kupfernagel, Allemagne. Derde en de bronzen medaille voor Hanka Kupfernagel, Duitsland. Les fleurs sont remises par monsieur Jacques Huberts, président du comité d'organisation. De bloemen worden overhandigd door de heer Jacques Huberts, voorzitter van de organisatie WK Wielrennen 1998. Et maintenant, mesdames et messieurs, je demande votre attention pour l'hymne national de la Hollande. En dan nu, dames en heren, vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor het nationale volkslied van Nederland, het Wilhelmus. Thank you.
En ze weten te waarderen. Uw dankbaar applaus. De nieuwe wereldkampioenen op de weg. Dames en heren, onderdeel tijdrijden 1998. Leontien Zeilaert van Morsel. Onder uw applaus gaat ze nu richting de persconferentie. Nogmaals, u mag applaudisseren voor de nieuwe wereldkampioen op de weg. Verder dames en heren, onderdeel tijdrijden Leontien Zeilaert van Morsel. Zilvermedaille voor Sofia Zabirova en het brons voor Hanka Kupfernagel. Zo, dames en heren, bent u samen met mij weer bijgekomen van de emoties. Ik geef u nog voor de volledigheid de uitslag van dit kampioenschap op de weg voor dames onderdeel tijdrijden. Tijdens deze wereldkampioenschap de wieler op de weg 908 en 1. Winnares, namen de nummer 5, Leontien Zeilaert van Morsel Nederland. Eindtijd 31 minuten, 15 seconden, 14 honderdste op de gemiddelde snelheid van 43 kilometer, 325 meter per uur. Op de tweede plaats.